mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve vissen. Voor de komende periode eind mei tot eind juni 2024. Het is een algemene reading. Dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier een uitbreiding over voor maken. Nog een dikke half uur diepgang, waarbij ik overal nog extra kaarten ga leggen en in de liefde een splitsing ga maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren, voor een paar euro mag je me volgen naar de uitbreiding. Of vanaf nu is dus een abonnement beschikbaar. Als je meer dan 2 sterrenbeelden of meer bekijkt, heb je voor €8,80 altijd en overal toegang tot alle uitbreidingen die iedere week dus bijkomen. Alle informatie vind je in de beschrijving van deze video of dan wel op mijn website www.soulsearch.be. We gaan het zien voor mijn lieve vissen. Wat is de belangrijkste energie voor de komende periode? Niet voor jou. Oké. Ik heb hier iets dat op een dimblad wordt aangeboden. Dat niet het beste is voor jou strategisch. Wat is dit? Oh, dat kribbelt. Of dat jij afwijst. Als dit een afwijzing is, dan moet je weten dat rejection is God's protection. Dus de afwijzing is omdat er een betere optie voor jou bestaat. Omdat het, ja, er bestaat iets beters. Oké, ik heb eenzaam. 5-6. Eenzaam is een beetje vergelijkbaar met de 5 van Kelken. Een rouwende energie, spijt hebben van iets. Je alleen voelen, dan kun je nog omringd zijn door mensen, maar niet je begrepen voelen. Rouwende energie, verdrietig. Oké, misschien ben je verdrietig omdat iets niet voor jou is. Dat kan. Weet, er bestaat iets beters. Wat mag ik nog weten? Voor mijn lieve vissen mag ik nog 1 kaart van algemene energie. Dank u. Of 2. Loyaliteit en schateiland. Voilà. Het gaat de goede kant op. Misschien eerst een afwijzing ervoor nodig. Maar met schateiland, hetgene wat je manifesteert, het overvloed, de liefde, komt naar je toe. Langzaam, maar zeer zeker. Dus schateiland, oké. En dit is het lot. En loyaliteit. Loyaliteit, ik heb hier 2 uiltjes die elkaar diep in de ogen aankijken en samen op een ei zitten te broeden. En meestal, als deze kaart hier komt in een reading, is het omdat de loyaliteit een beetje op de proef gesteld wordt binnen connecties. In de breedste zin van het woord. Dus hoe loyaal zijn we naar elkaar toe? Kijken we dezelfde kant op? Loyaliteit. Oké. We gaan het zien. Voor mijn lieve wissen. Professioneel. Wat is het belangrijkste? Energie. Oké, ze willen spreken. De 6 van pentakels. Ik kom een beetje ondersteboven. Dat kan het verlies zijn van een financiële balans. Hier geef je meer dan dat je ervoor terugkrijgt. Dus een disbalans. De 2 van zwaarden en besluiteloosheid. Oké. En de 6 van staven, nog een 6, ook ondersteboven. De 6 van staven ondersteboven kan spreken over uitgesteld succes. Een nederlaag. Iets wat niet helemaal tot een succes komt hier. Waardoor we voor een keuze komen te staan. Maar ik heb hier een beetje besluiteloosheid, keuzestress. Omdat we het rationeel proberen te benaderen. En dan is er nooit de perfecte oplossing. Dus de beslissing moet uiteindelijk vanuit het hart, of in ieder geval in combinatie met je hart genomen worden. Dus geven we te veel, krijgen we er te weinig voor terug, of hebben we hier een financiële verlies. Iets dat we dachten dat een goede investering van tijd, geld of energie zou zijn. Dat komt toch niet helemaal tot een succes hier. Waardoor we een keuze moeten gaan maken. Maar ik zie hier voornamelijk eerst keuzestress hebben. Oké. Financieel, maar ik weet het financieel. Dank u. De hoogpriesteres. Vissen energie. Financieel doen we de dingen stiekem. De hoogpriesteres ondersteboven kan spreken over je intuïtie niet volgen. Hele sterke intuïtie heb je. Maar misschien vertrouw je daar niet op. En heeft dat gevolgen financieel? Of dan wel, zijn we hier plannen aan het maken financieel. Maar we houden het voor onszelf. We zwijgen daarover. Ik ben benieuwd. Wat mag ik weten in de liefde? In de liefde. Boom, dat gaan we niet doen. Dat is een hele stapel. Voor mijn lieve vissen in de liefde. De komende periode, eind mei tot eind juni 2024. Oké. We hebben de keizerin. Mooi. De 9 van staven. Een keizerin die zich hier een beetje beschermt.
de schildknaap van Stava en de acht van Kelke. Ik heb hier of dan wel een geheime aanbidder dat, of aanbidster dat terugkomt. Iemand die vaak kent. Ik heb hier wel communicatie. Dat kan iets nieuws zijn, maar met de acht van Kelke heb ik de terugkomen. Het kan zijn dat hier een kind terugkomt. Dat kan. Ik heb hier communicatie en effectief de terugkomen naar een bepaalde plek en een bepaalde persoon. Persoon die terugkomt. Maar met de negen van staven, we beschermen onszelf een beetje hier. De gewonde strijder. Het heeft je bloed, zweet en tranen gekost om te staan waar je nu staat, om te zijn wie je nu bent. Maar je hebt wat beschermingsmechanismes opgebouwd hier. Dus je beschermt jezelf. En de keizerin, ja, stierenergie. Oppermoederlijke energie. Vrouwelijke energie. Overvloed creërende. Matuur. Wijs. En creërend hier. Dus. En dat kan, als jij de vrouwelijke energie bent. Jij zijn die in een hele mooie energie zit van, oké, ik weet wat ik waard ben. Ik bescherm mezelf een beetje, maar is dit de persoon met wie je te maken hebt, dan heb je die een beetje heel hoog zitten, heel op een voetstuk. Dit is een wauw. Of simpelweg een moederfiguur. Beschermingsmechanisme en iemand die terugkomt. Oké, onderop heb ik de vijf van pentakels. Verandering inderdaad wel op materieel niveau. Dat angsten met zich meebrengt. Ik heb hier verlatingsangst, bindingsangst, bang voor het financiële tekort. Bang om iets achter te laten. Of om achtergelaten te worden. Dat hier getriggerd wordt door een verandering. Okay. Even zien. Professioneel hebben we dus een nederlaag. Of uitgesteld succes. Een keuzestress. En het verlies van de financiële balans. Jee. Professioneel mag ik weten voor mijn lieve vissen. Wat mag ik weten? De koningin van Kelke, de hoogpriester en de koning van zwaarden. Het is hier druk. De hoogpriester kan spreken over een contractbreuk. Of onconventioneel de dingen doen. Een beetje rebels zijn, een beetje afkeren van de maatschappij. De koningin van Kelke zou zeker jouw energie kunnen zijn. Dat is iemand die heel liefdevol is, gevend, heel empathisch. Hier ondersteboven een beetje te overgevoelig, hooggevoelig, overbezorgd soms. Die heel veel prikkels binnenkrijgt en het moeilijk vindt om dat allemaal te plaatsen. Dus zo de persoon bij wie iedereen met zijn verhaal naar je toe komt. Maar wie luistert er naar jou? En jij neemt dat allemaal in en aan het einde van de dag is het een beetje overweldigend hier. En de koning van zwaarden, ik heb hier juist het tegenovergestelde energie. Als jij iemand bent die inderdaad heel erg in de gevoelens zit en in liefde, dan heb ik hier echt de ijskoude koning. Vreed, bevooroordeeld, keihard en kritisch. Dus ik kan me effectief voorstellen dat dit niet helemaal lekker werkt. En ik zeg het werk professioneel, maar dat is alles wat met het doen te maken heeft. Een huis verbouwen hoort daar ook bij. Dus hele andere energieën hier. En het kan zijn dat we dus daardoor inderdaad niet echt door een deur kunnen. Dat we een beslissing moeten gaan nemen om wel om een contract te verbreken. Of om de dingen hier op een onconventionele manier te doen. Even kijken. Verklaar de hoogpriester. Tradities negeren de dood. Ja, ik heb hier een belangrijke transformatie, een einde van iets. De negen van pentakels. Dat creëert wel een beetje. Hier heb ik inderdaad dat eenzaam gevoel. Een beetje de. Het kan zijn dat je een beetje de zwarte eend voelt. Nee, de vreemde eend in de bijt of de zwarte schaap. De vreemde eend in de zin van, ja, je bent anders. Je voelt je hier eenzaam, niet begrepen. Of dan wel, deze beslissing om een contract of iets te doorbreken kan onzekerheid creëren op financieel niveau. Dat mag ik nog weten. Maar met de dood heb ik wel degelijk een grote verandering en einde. De hoogpriesteres, stiekem en de duivel. Nice. Krachtige energieën hier. De beslissing die je moet nemen is dat mensen niet meer profiteren van jouw goedheid. Dit is toxisch voor jou op de een of andere manier. En eigenlijk uit zelfbehoud en om ervoor te zorgen dat je niet meer ondersteboven bent, maar recht overeind. In liefde, maar niet in overweldiging.
moet je bepaalde beslissingen nemen. Ik zie dit de laatste tijd veel en het zou het kunnen zijn dat je inderdaad beseft en hoe langer hoe meer die hoogsensitiviteit een plek geeft, vindt, maar dat je daardoor bepaalde keuzes moet maken in jouw leefomgeving, jouw werkomgeving, omdat je te veel prikkels binnenkrijgt. Dus dat je zegt van ik wil meer in de natuur, ik wil meer rust, ik wil in een liefdevollere omgeving. Iets dat meer mensgericht is in plaats van commercieel, keihard en zakelijk. Ik noem maar. Dit is wel die energie wat ik hier heb. Misschien wil je zelfstandig doen. Misschien wil je iets vanuit de coaching en vanuit je hart doen. Wauw, de 10 van staven, de wereld, het oordeel, de zon, de aas van pentakels. Ik heb hier schitterende energie vanaf het moment dat je de beslissing neemt. Dit is een soort van einde van een carrière, begin van een nieuw. Een cyclus die afgerond is. Dat kan een opleiding die hier beëindigd wordt. Burn-out energie. Kan het zijn dat we hier inderdaad een les geïntegreerd hebben, waardoor je kunt verlossen. En een cadeautje van het universum krijgt een nieuwe job. Ik had kriebel in mijn keel. Dus deze beslissing, dit einde, creëert heel veel geluk, misschien al deze zomer. Een financiële meevaller, een nieuwe job, iets dat je op een dienblad wordt aangeboden hier. Dus misschien moet je iets afwijzen voor iets beters. Of misschien krijg je hier een verkeerde beoordeling of een hele pittige beoordeling. Maar dat is omdat je eigenlijk niet op je plek bent. Okay. Dus je bevrijdt je hier van mensen die van jouw goedheid profiteren. Van het gevoel dat je daar alleen in voelt, onbegrepen in voelt. En dan heb ik hier een contractbreuk dat erop volgt. Het is een moeilijke beslissing, want je schiet in je hoofd. Maar je geeft veel te veel, je krijgt er te weinig voor terug. Dit is niet het succes waar je op gehoopt had. Oké. Finish it. Doen we de dingen stiekem of vertrouwen niet op onze intuïtie? De koning van staven. Leeuwram, boogschutter, energie. De schildknaap van zwaarden. Berekend een beslissing nemen. Ja, of communicatie dat je aan kant op komt. De koning van staven is een leider, een manager, een ondernemer. Charismatisch en wel. De dwaas en de ridder van pentakels. Er kan hier inderdaad wel. Ja, je gaat naar veel meer balans. Hier krijg je hetgene waar je recht op hebt. Financieel, materieel. En voor sommigen kan dit inderdaad ook wel zelfstandig iets zijn. Of een promotie of iets. Ik heb de dwaas hier ondersteboven. De dwaas ondersteboven kan spreken over een verkeerde keuze. Hebben we een verkeerde keuze gemaakt? Is het tijd om de dingen recht te trekken hier? Wordt er een verkeerde keuze voor ons gemaakt? Ik heb hier communicatie. En een heel eigenwijs en koppig persoon. Ik wil toch nog heel even kijken. En dit schildknaap van zwaarden. De 10 van zwaarden. Hier heb ik weer een einde. Beslist hier heel rationeel, heel verstandig. Om iets te beëindigen waarbij je eigenlijk verslagen voelt. Misschien moeten we hier inderdaad even de wonden likken en beseffen dat we een verkeerde keuze hebben gemaakt. Of ben je bang om te springen? Oeh, dat gaan we allemaal niet doen. Ik heb een mooie energie hier. En dit kan in de liefde zijn. Dat we hier inderdaad, dat kan een breuk zijn. De 7 van zwaarden. De 5 van kelken, hier heb ik dat eenzaam. En dat, ja. Hier hebben we spijt van iets of kijken we met spijt naar het verleden. Ik heb hier een rouwende energie. Verdriet. Dan heb ik weer kriebel. Dus ja, ik heb hier met de 7 van zwaarden een misleidende energie, manipulerende energie. Als je dat gevoel hebt dat je misleid bent geweest, dat je je intuïtie niet hebt gevolgd, heb ik hier een beslissing nemen om iets te beëindigen. Wat ik zeg, verkeerde keuze misschien gemaakt. Of misschien is er informatie dat jouw kant op komt, waardoor je ineens denkt van oei, dat was niet de beste investering. Ik heb niet het gevoel dat je dat van de daken schreeuwt hier. Je houdt het hier voor je. Want je hebt een heel helder beslissing, helderheid. En het is niet te doen, ik heb nog kriebel in mijn keel. We komen er wel. Dus ja, die aas van zwaarden is, je hebt een helder idee. Je hebt er is een bepaalde besluitvaardigheid, maar we zwijgen dan nog even over. Het is nog niet het juiste moment om de knoop door te hakken.
Maar in je hoofd heb ik hier wel al het einde. En daarin een beetje spijt van een bepaalde investering van tijd, geld of energie. Of een rouwende energie. Oké. Dan in de liefde. Wat mag ik weten in de liefde? Dan hebben we hier een geheime aanbieder dat terugkomt. Waar we ons een beetje voor beschermen. Of dan wel waar we al veel mee meegemaakt hebben. De zeven van kelken. De ridder van staven. Als dit een geheime aanbieder is dat terugkomt. Theatraal. Koning van kelken. De zegenwagen. En de gehangene. Boogschutter, viskris, schorpioen, vissen. En leeuwram, boogschutter. Het blijft kriebelen. Ik heb iets in mijn keel. Ik heb hier een hele liefdevolle koning. Iemand die emotioneel stabiel is. En die vooruit wilt. Ik heb hier verplaatsen, reizen, verhuizen, bewegen. We nemen de controle terug hier. We nemen de teugels in eigen handen. We moeten daar misschien iets voor opofferen met de gehangenen. Of we hangen nog even vast voordat we volgas vooruit kunnen. Ik heb hier inderdaad een beetje keuzestress. En wat ik al zei, de ridder van staven is een heel theatraal persoon. Je bent de liefde van mijn leven. Kom, ik kidnap jou naar de andere kant van de wereld. We gaan trouwen in Vegas. Mm-hmm. En op de een of andere manier heb ik hier iemand die... Wacht. Keuzestress. Ik moet nog eens hoesten. Dan ben ik niet gewend om een video op pauze te zetten, maar dan nu na 4 keer. Ik ben even benieuwd naar deze sexy ridder. Theatraal. Soms wel een beetje player-energie. Verklaar de ridder van het staan. Man of vrouw. Of dan wel. Overdrijven, theatraal. Dezelfde ridder. Wow, deze ziet het geluk in jouw ogen. Kom, we gaan samen wonen. Kom, we gaan trouwen. Kom, dit is geluk na moeilijke tijden. Samen. Deze wilt een thuiskomen. De koning van zwaarden. Staven weer. En die had ik hier ook al in het financiële. Dus de beslissing die we hier inderdaad moeten nemen. Er zit veel over beslissen hier. Deze doet wel een klein beetje aan emotionele chantage. We hebben zoveel meegemaakt in het leven, come on. Dit kunnen wij. Deze wil vooruit. Volgas vooruit. Het is wel een beetje een dominant baasje. Nogmaals, man of vrouw, iemand die een beetje in de controle zit. Maar die hier, wat ik zeg, het geluk in jouw ogen ziet. Jou niet los kan laten en plannen maakt met jou voor het succes, officiële beslissingen nemen. Wat moeten we dan opofferen? Verklaar de gehangenen. Maar dat creëert toch wel een beetje een... Iemand moet een... Het creëert verwarring. Dus ik weet niet of dat daardoor een beslissing genomen moet worden tussen meerdere mensen. De hermiet. We moeten iemand ghosten. We moeten iemand... Maagd energie, weegschaal met de gerechtigheid. Iets opofferen dat niet in evenwicht is, dat niet... Misschien moet je gaan... Ja, als we gaan verhuizen, moeten we misschien toch de job opzeggen hier, want... Dat kan. Maar we voelden ons daar toch al eenzaam. Dat moeten we opofferen. Iets dat niet in balans is. Je moet hier een hele eigenwijze beslissing nemen dat het juist is voor jou en niet voor de rest van de wereld. Maar je moet ook wat barrières naar beneden laten zakken hier. Voor de 10 van Pentakels, voor een nieuw contract, voor een officialisering, voor een huisje, boompje, beestje. Sommigen gaan we hier trouwen, gaan we hier langs de notaris om een nalatenschap achter vast te leggen. De dingen officialiseren hier. Mooi. Beetje bang hartje. Beetje bescherming. Maar we gaan hier... Ik heb hier iemand die volgas vooruit wilt. Ik heb daarbij wel een beetje het gevoel dat dat... ook hier weer een beetje keuzestress met zich meebrengt. Want misschien veel veranderingen tegelijk of veel beslissingen tegelijk. Maar we gaan volgas vooruit. Een besluitvaardige maand, of tenminste, we staan voor veel keuzes hier. En daarvoor moet jij misschien inderdaad iets afwijzen.
Wat is het advies voor mijn lieve vissen voor de komende periode? Eind mei tot eind juli 2024. Ik ga hier dus verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Zeker in de liefde, een splitsing tussen de koppels, de singles en de gecompliceerde. Dus de link vind je in de beschrijving van deze video. Dank u. De vijf van zwaarden. Neem afstand van oneerlijke mensen. Oneerlijke relaties. En die heb ik in het financiële. Besef dat wat je dacht dat je wilde niet de beste keuze was voor jouw geluk. Spijt hebben van een verkeerde beslissing. Of wat we dachten dat het juist was voor ons. Ik heb hier een inzicht van. Er bestaat iets beters. Iets dat de moeite niet waard is. Hier moeten we misschien even de wonden likken. De koning van pentakels. Wees assertief wanneer je weet dat iets juist is. Alles gaat zoals jij het wilt. Een goed mens of een goed bedrijf om voor te werken. Ja, daar hebben we zeker meer een nood aan. Moet ik zeggen. Want waar we nu zitten, voelt een beetje heel stug in de controle. Rationeel, zakelijk, vreed. Soms zelfs oneerlijk. Wat is nog een belangrijke boodschap voor mijn lieve vissen voor de komende periode? Laat ik meegeven. En blijven we uit loyaliteit. Je gaat richting het geluk. Hetgene wat je gemanifesteerd hebt, komt naar je toe. En ik heb iemand die dat absoluut met jou wil delen. Of familie. Een reis naar de familie. Dan is het een hele impulsieve actie. Heel veel impulsiviteit. Wat mag ik nog meegeven voor mijn lieve vissen? Voor eind mei, eind juni. Vandaag. Nee. Helder. Misschien gaan jullie veel onderbrekingen hebben deze maand. Interfering, zo, ja. Afleiding. Mag ik alsjeblieft een kaart, want ik krijg ondertussen een beetje kramp. Hele stugge kaarten. Nee, dat is toch niet te doen? Voor mijn lieve vissen, dat mag ik nog weten. Dank u. Laatste kwartier in maart, dat zal midden september zijn. Besteed aandacht aan de details. Let op de kleine lettertjes als je iets moet tekenen. Let op de details. De nieuwe maan in vissen, jouw nieuwe maan, stem af op het goddelijke. Gebruik je intuïtie, stem af op je gidsen. En ontspan. Nieuwe maan in kreeft, die hebben we dan weer begin juli. Ontspan, neem tijd voor jezelf. Ga reis maken. Familie bezoeken. Dan mag ik nog als engelenboodschap meegeven. Lieve vissen, dank u. Dankbaarheid. Leef voortaan in dankbaarheid. De sterren zullen helderder op jou schijnen. Alles in jouw wereld zal lichter worden. Wees dankbaar. En hoe dankbaarder je bent voor de dingen die je hebt, hoe meer je dingen naar je toe trekt waar je nog meer dankbaar voor mag zijn. En stel je voor, visualiseer duidelijk het leven dat je wilt. Voel het in je hart en in je ziel en je zult het krijgen. Yep. Het komt naar je toe. Visualiseer het. Mijn lieve vissen, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like als je hier nog bent. Abonneer je volledig gratis op YouTube. Laat mij weten dat je resoneert met de boodschap. En blijf je ook op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier dus verder op borduren. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, wens ik jou een magisch, mooie, besluitvaardige, gelukzalige, dankbare maand. Ik dank je wel voor het kijken. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. En ik zeg tot snel. Oh.